zijn in beeld. Even dan een korte intro. Dit is nieuwsuitzending nummer 164. En ik ga samen met Jurre Kliesman verder met de boekbespreking van het boek Rulers of Evil van Frederik de Persossi. Dit is deel nummer 8 en we pakken hem op bij pagina 16, halverwege. En nou, het woord is aan jou, Jurk. Heb je nog iets te vertellen voordat we gaan beginnen? Nee, jij ging gewoon voorlezen vanaf Sprinkled Throughout the Empire, denk ik. Ja, precies. De laatste zin was dat dit is waarom het millennium tussen Constantinus en Gutenberg bekend staat als de donkere tijden. De donkere ja, tijden. Daar had ik jouw commentaar op gegeven, hè, dat het niet donker was omwille van dat die mensen geen licht hadden om 's avonds een lampje te branden, maar dat het licht van de wereld was genomen in de vorm van het woord van God, dat de mensen onbekend was. En dat daarom het donkere tijden waren. Omdat de priesterklasse de Bijbel voor zich bewaard heeft en zelfs de priesterklasse ze niet mocht lezen. De gewone priester was ook verboden de Bijbel te lezen, voor het geval je dat niet wist. Het was alleen aan bepaalde mensen binnen de klerus toegestaan om de Bijbel te lezen. Want dat probleem was, en dat is het probleem dat heeft de Romeins-Katholieke Kerk altijd gehad. Mm-hmm. Als hun eigen mensen de Bijbel mochten lezen, en zeker het Nieuwe Testament, die hebben ook herkend wie de Antichrist is. En daarom is de Inquisitie in de eerste plaats geweest binnen de Romeins-Katholieke Kerk zelf. Dat wat wij futurisme noemen, wat zo gezegd in de wereld kwam in 1590 door dat boek van Francisco Ribera, is een kennis die binnen de Romeins-Katholieke Kerk al lang daar was. Want dat hebben ze al hun mensen die de Bijbel gelezen hebben ook al verteld. Nee. Okay. Kom niet hier kijken. Nee. De Antichrist is daar. Die is in de toekomst. Hè? Daar. Ja. Die is niet hier. Wij zijn er niet. Ja, en natuurlijk als de Reformatie dan dus, dat tijdperk van Gutenberg, als door de Reformatie die Bijbel min of meer aan iedereen toegankelijk geworden gemaakt geweest is, en de mensen allemaal konden lezen en leren van hun reformers, van Luther, van Calvin, van Zwingli, van Wycliffe, van Tyndale, van Mortimer, Latimer, noem ze maar op, al die fantastische reformatoren. Ze waren zich allemaal over één ding enig. Ze mogen hier en daar verschillen gehad hebben, maar over één ding waren ze allemaal eens. Ja. Het pausdom is de Antichrist. En dat hebben ze aan de mensen geleerd. En de mensen hebben ineens een keer geleerd dat ze geen priester in de kerk nodig hadden, die hun iets ging vertellen. Ze hadden ineens geleerd dat ze geen koning in hun land nodig hadden, maar dat ze al een koning hadden en dat ze al een hoge priester hadden. Ja. Jezus Christus. Ja. Nu, en laat me dat eventjes nog een keer uitweiden. Nu ben ik toch begonnen. Ja. Dat is interessant. Die tijd van de reformatie, en zeker als je Luther neemt, en de boerenoorlogen die daarna uitgebrand zijn, na zijn reformatie, na zijn, tussen aanhalingstekens, opstand tegen de heersende klasse. Dat heeft natuurlijk allemaal daarmee te doen dat het gewone volk dan wel de Bijbel gelezen heeft, of dat het gewone volk wel de Bijbel in stukken, laat ons zeggen, begrepen heeft. Maar dat ze het christendom niet toegepast hebben. En daar gaat in feite dat hele boek hier over. Ja, namelijk uit rebellion. Ja, ja. Ik weet hoe je dat zegt. Opstand, gewoon uit. Uit rebellie kunde jij geen regering vormen die christelijk is. Die volgens Christus is. Dat is onmogelijk. En daar gaat het dus om. En helemaal op het einde van dit boek, in kapitel 25, zullen we dat ook eens een keer zien. Want daar bestaat een spreuk die ene keer hier verkeerd dargesteld wordt en dan wordt hem juist voorgesteld. En dat is heel interessant om te gaan bezien. En we zullen dat bekijken. Ja. Maar dus die opstanden die toen in de middeleeuwen gebeurd zijn, als dat gewone volk zich gerebelleerd heeft tegen de onderdrukking van de fursten en baronen en prinsen en koningen en alles erop en eraan. Dat is niet goddelijk. Dat hadden ze niet mogen doen. En daar is veel bloed gevloeid vanuit het gewone volk uit. En dat is iets dat is heel mooi dargesteld eigenlijk. Dat ziet men heel, heel mooi in die film Luther van 2004 met Ralph Fiennes in de hoofdrol. Dat is een heel, heel mooie film van Luther die ik al vaak bekeken heb. Zowel in het Duits als in het Engels. Kun je die op het internet gratis vinden en downloaden en kijken.
Oh, das ga ich tun vandaag. Luther von 2004, echt ein sehr, sehr schöner Film. Und da kommt eine Szene in vor, war Hitler dann ineens nach der Kirche stürmt und gegen das Volk sagt, von was seid ihr mit besig? Ihr könnt nie morden und brandschatzen und all die Dinge dran tun, das können nie tun. Das ist spätig genug, kommt das viel zu kurz in die Filme vor, aber Luther war nicht ein Vorstander von Gewalt. Nee, das kann gleich nicht. Jesus, gleich Jesus kein Vorstander von Gewalt ist. Ja. Und das, als ihr eine unrechtmäßige Regierung wollt tot Distorting bringen, dann tue ich das nicht mit Gewalt, dann tue ich das nicht mit het materialistische Schwert. Nee. Dann könnte ich das allein mal mit het zweesnijdige Schwert tun, het Wort von Gott. Ja. Und alles andere moet je an Gott overlaten. Ja. Hij is in control. Oké, okay, dan ga ik, pak ik hem op. Oh, nog even, ja. Gutenberg, dat is voor jou en mij natuurlijk heel duidelijk. Dat is, gaat over de uitvinding van de movable prints. Hè? Dat je van die bloklettertjes had van ijzer of lood. En dat was toch de boekdrukkunst, toch? Ja. De Gutenberg, pressen. Oké. Dan ga ik voorlezen, Sprinkled Throughout the Empire. Dus verdeeld door het Rijk heen, echter, waren er geïsoleerde christelijke gemeenschappen, op zichzelf staande christelijke gemeenschappen, die de schrift bewaard hadden, die de schrift overgehouden hadden van de dagen van de vroege kerk. Voor die mensen was de Bijbel een doorgaande persoonlijke communicatie met de schepperen van het universum. Zij leefden bij dat schrift. En op die levenswijze was Rome jaloers. Tegen de 13e eeuw waren deze gemeenschappen zo ontwikkeld, zo gegroeid, dat paus Gregorius de 9e verklaarde dat ongeautoriseerde bijbelstudie een heresie, dat is een zonde toch, of afvalligheid? Hoe zou je heresie vertalen? Heresie is, wat is een heretiker? Ja, een afvallig of zo. Afvalligheid in ieder geval buiten de kerk. Ja. En verder stelde hij dat het is de plicht van iedere katholiek om deze afvalligen te vervolgen. En om die vervolging te managen, installeerde hij, dus paus Gregorius de 9e, de pauselijke, pontificale kan je ook wel zeggen, maar de pauselijke inquisitie. Wil je reageren of zal ik doorlezen? Ketterij is heresy, by the way. Oh, je hebt het even opgezocht, ja. Ketters, ja natuurlijk. Ketterij, ja. Ketters, ja. Ik vind het begin van wat je daarvoor gelezen hebt, vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat doorgaans het hele empire, dus het hele rijk, ja, het imperium, geïsoleerde christelijke verenigingen waren, ja, die schrift gereserveerd hadden vanuit de tijd van de vroege kerk. Ja. In deze kleine zin is samengevat dat wat in de openbaring staat, dat in de tijd van de achtervolging van de christenen, in de tijd tussen Constantijn en Gutenberg, de kerk, de ware kerk van Jezus Christus, een plaats in de wildernis kreeg toegewezen van God. Mm-hmm. Ja? Dat kun je zo in de openbaringen kun je dat lezen. Mm-hmm. En dat gaat over volkeren gelijk de Albigenses, de Waldensers, de Lollards, de Hussites, de Hussiten en dergelijke dingen meer, dergelijke volkeren meer. En daar bestaat een heel interessante documentaire in Engels, als je dat kunt op het video op YouTube gaan kijken. Dat noemt The Israel of the Alps. En dat gaat dus over de Waldensers. Okay. En hoe dat die door die 1260 jaar regentendom van de Antichrist in de Alpen min of meer overleefd hebben. En hoe dat zij de schriften gepreserveerd hebben. Vandaag de dag bestaan die Waldensers ook nog, maar die zijn ondertussen al lang onder de jok van Rome. Die zijn al lang over in Rome. Ja, dat is ook heel merkwaardig dat de paus heeft voor nog een paar jaar terug of zo, heeft hij officieel zijn excuses aangeboden.
expliciet aan de Waldensers. En dan denk ik van ja, dat is leuk, maar volgens mij heb je nog wel meer mensen sorry tegen te zeggen. Ja, en dan nog, het is een verschil of dat je sorry zegt, of dat je echt, hoe zegt men dat, repent. Ja, ja, berouw toont. Ja, ja. Echt berouw toont, dat is een groot verschil. Ja, ja, hij kan 20 miljoen keren sorry zeggen, ja, ja. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat hij berouw toont. Nee, nee, nee. Een aardig idee om te stellen dat spijt, dat is hooguit voor dieren. En schaamte is voor mensen. En kijk, mensen die spijt hebben, ja, kom op. Het is hetzelfde gelijk paus Johannes, Johannes Paulus II. Mm-hmm. Die in het jaar 2000 zijn mea culpa gesproken heeft. Uh-huh. En zich bij wijze van spreken, tussen aanhalingstekens, verontschuldigd heeft. Voor al die misdaden die de kerk begaan heeft in de middeleeuwen. Mm-hmm. In de naam van de Inquisitie. Mm-hmm. Maar dat heeft geen, daar is geen berouw bij. Dat is gewoon sorry zeggen. Ja, 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 ja. Dus als ik u morgen op uw bakken slaag, en overmorgen zeg ik gewoon, hey, sorry. Ja, sorry man. En ik doe verder. Ja. Maar ik heb er geen berouw van. Wat zeiden je dan met die sorry? Ja, maar niks. Niks, hè? Je hebt nog altijd dik ogen. Mm-hmm. Mm-hmm. Awee. Nee, precies. Ik pak hem weer op, ja? Alsjeblieft. De Inquisitie zag de kleinste afwijking als een bewijs van directe communicatie. Of kijk hoor. De sluiters die van de treated de sluiter. Wat staat hier nou? De sluiters die departure dus van de Inquisitie kleinste, behandelde de lichtste afwijking van het leven in de commune. Als bewijs voor een directe communicatie met de Bijbel of met Satan. Want de Bijbel en Satan worden door de kerk gelijkgesteld. Ja. Nou begrijp ik goed. The life of the community is dus het leven in hun commune. Ja. In de commune van de kerk. Commune van, in de commune van de mensen. Oké. Okay. Van zodra dat je van de commune uitsluit, bij wijze van spreken, dan heb je communie met de Bijbel of met Satan. Want je sluit je van de communie van de kerk uit. De communie van de staat, bij wijze van spreken. Van de gezelschap. Precies. Van de maatschappij. En het is ook echt bizar voor woorden dat er gewoon gezegd wordt dat het gaat om communicatie of communion is eenheid met de Bijbel of Satan. Ja. Daar ben je me toch echt kwijt. Hè? Dus als je je uitsluit van de maatschappij, dan is dat voor de Inquisitie een teken dat je gemeenschap hebt met de Bijbel of met Satan. Ja, precies. Ik ga weer verder. Elk van beide, dus de Bijbel lezen of dat je contact hebt met Satan, dat was een zonde die bestraft werd met de dood. Er zijn zaken vervolgd, of de zaken werden vervolgd naar een strikte routine. Als eerste, de inquisitoren zouden een stad binnenkomen en hun credentialen, hun papieren overleggen aan de burgerlijke autoriteiten. En in de paus zijn naam zouden zij eisen de medewerking van de gouverneur van het gebied. Vervolgens zou de lokale priester worden verordeneerd, opgedragen, om zijn congregatie, dat is zijn kerk toch in feite, zijn kerkgangers, hè? Ja. Zijn congregatie, om de preek aan te horen die de inquisitoren zouden uitspreken tegen de heresie. Net had je dat woord nog, wat was het nou? Ketterheid, ketterij. En ketterij was gedefinieerd als alles dat ook maar een heel klein beetje niet pauselijk was. Een korte grace period, dus een korte periode van genade. Van genade volgde op die lezing, die sermon, dus die preachness, de preaching, de preek, waar de mensen de kans kregen om naar voren te stappen en zichzelf te beschuldigen van misdrijven. Degenen die dat deden, die werden normaal gesproken mild gestraft. Later zouden de inquisitoren. Even kijken, later zouden de inquisitoren ook ongeverifieerde beschuldigingen accepteren.
En ze garandeerden in de naam van de paus de anonimiteit van de informanten. Vele onschuldige levens zijn geruïneerd door valse beschuldigingen. Laat me hier eventjes een keer tussenkomen. Ja. Wij gaan later in dit boek iets tegenkomen. Dat noemt Directorium Inquisitorium. Mm-hmm. En dat is in feite zoiets als de statuten van de Inquisitie. Ja. En dat bepaalt wie een heretiker is, dus wie een ketzer is. Ja. Hoe daarmee om te gaan is en wat daarmee gebeurt in detail. Dus mm-hmm. Tabasaucy schrijft dat hier nog niet zo in detail, omdat later in dat boek wij dat Directorium Inquisitorum duidelijker gaan bespreken. Ja, precies. En iemand die daar nu maar gewoon is overleest of overhoort wat wij hier aan doen, en zegt van, wat speelt dat nu voor een rol? Mm-hmm. Die kan ik alleen maar aanraden. Lees eens een keer zo'n boek als Fox's Book of Martyrs. Mm-hmm. Of zoals het principieel noemt, Acts and Monuments. Dat, okay. Dat is wel een boek van meer dan 2300 pagina's. Ja, ik heb het hier van, op mijn computer staan. Van John Fox, ja. Maar niet de 2300 pagina versie, die heb je niet op je computer staan. Oké, dat zou kunnen. Het was weer van een hele hoop, een dikke PDF, dat wel. Ja, dat weet ik ook. Maar niet die 2300 pagina's, wees maar zeker, want daar heb ik naar gezocht, dat vinden niet een PDF. Dan moet je echte boeken hebben. En dan moet je maar een keer proberen vast te krijgen. En daar zijn nog andere boeken ook, zoals onder andere The History of the Waldenses van James Edgar Wiley, een protestantse auteur uit de 19e eeuw, mm-hmm. die veel interessante dingen geschreven heeft, zoals Roman Civil Liberty, dat Tom Fress in First Moment Radio in 2016 gebracht heeft. Zeer, zeer interessante dingen. En dan moet je dat eens een keer gaan lezen. En ik heb nog andere dingen gelezen. En het gaat dus in feite over dat iedereen kon beschuldigd worden van ketzerij door iedereen. En jij kon een ander beschuldigen van ketzerij, maar je kon je daar zelf niet van losspreken. Dus als je zelf aangeklaagd was van ketzerij, dan heb je je daar niet van kunnen losspreken door een ander daarmee in te betrekken. Ja. En dat te zeggen van, ja, maar dan die. Nee, dan werd jij nog altijd evenveel gestraft. Ja. En als je dan ziet hoe dat de Inquisitie voorgegaan is... Mm. Onder andere met de mensen bij lebendigen lijven de huid van hun lichaam af te trekken. Ja. Ja. Ze bij lebendigen lijven door te zagen. Door hun een masker op te zetten en in dat masker in de oorgangen kokende olie te gieten. Etcetera. Dan krijgen zo dingen die we hier zo eenvoudig overlezen een ganz andere betekenis. Mhm. Daar kan een mens alleen nog maar heel, heel, heel slecht van worden. Ja. Ja, daar krijg je een nagevoel van. En toch moet je dat wel onder ogen zien. En ook is het zo, dat het boek van Fox, dat stopte ergens in de 18e eeuw, dacht ik. Hè? Met de Inquisitie is ja ook officieel in de 18e eeuw min of meer gestopt. Dat is ze niet, maar dat is gelijk in mijn... Je hebt dat misschien zelfs een keer gezien. Als ik een Hour of the Truth show maak, heb ik in het begin altijd zo'n liedje. Dat noemt The Torture Song of the Inquisition Song. Ja, dat ken ik heel goed. En daar staat ja in de tekst geschreven van 1203 to 1805. Hè? Van 1203 tot 1805. Maar de Inquisitie begon voor 1203. Mm-hmm. Allee, de achtervolging van christenen begon voor 1203. Die begon in feite direct na de kruisiging van Jezus. Ja. En daar hebben wij bewijzen voor in het boek van Acts, Apostels, omwille van dat Saulus, die Paulus werd, was de hoofdachtervolger van die christenen. Ja. In die tijd. Ja, natuurlijk. Ja, dus natuurlijk. Het is niks nieuws onder de zon dat aanhangers van Jezus Christus tot dood gefolterd en vermoord werden. Ja. Dat is al direct van na de kruisiging van Christus gebeurd. Van begin af aan. Mm-hmm. Maar de Inquisitie zelf begon in 1203 of 1205. Mm-hmm. Onder Paus Innocent III was, als ik mij niet vergis. Mm-hmm.
En die Inquisitie hebben we vandaag de dag nog altijd. Nu vandaag noemt het niet meer de Inquisitie, vandaag noemt het de Congregatie van het Geloof. Mm-hmm. En Paus Benedict XVI, mm-hmm. Voordat hij paus werd in 2005, was 25 jaar voorzitter van deze Congregatie van het Geloof, dus de Inquisitie. Oh, oké. Okay. Ja, 25 jaar lang. En hij werd dan afgewisseld door de eerste Jezuïtische paus. En wat de Jezuïten zijn, ja, dat leren we in dit boekje over. Ja, dat wordt heel spannend, ja. Oké, okay. Ik pak hem weer even op. Rechtszaken werden te pas en te onpas gevoerd, gehouden. En ze waren in het geheim. En er werden gevoerd in tribunalen. En die bestonden uit de inquisitoren, hun stafleden en hun getuigen. Allemaal hadden ze een hoed. Verborgen. Ja, onder een hoed, hè? Ja, verborgen onder deze kappen. You know? Ja. Je weet die kappen die mensen hebben van de Ku Klux Klan? Exact, daar wou ik net aan denken, ja. Ja. Exact zo is dat daar ook, ja. Precies, leuk is dat, ja. Onder hoeden of kappen. Ja, ja, precies. De beschuldigde werd nooit verteld wat de beschuldigingen waren. En ze mochten er ook niet naar vragen. Er mochten geen getuigen à décharge, dus ter verdediging, werden niet toegelaten. En de beschuldigde had slechts één optie. Dat is te bekennen en dan te sterven. En degene die weigerde te bekennen, die werden naar de kelders afgevoerd voor martelen. Ja. En daar waren jongens onder de 14 en meisjes onder de 12, die waren uitgezonderd. Dus in die dagen was het handig om een jongen te zijn van 14, want als meisje van 14 was je wel de bok. En inquisitoren en de beulen, die werden door de paus opgedragen om helemaal geen medelijden te hebben. Geen vrijspraak is er ooit opgeschreven. Elke uitgevoerde zaak eindigde in de dood van de beklaagde en het in beslag nemen van zijn of haar eigendommen. Aangezien er aangenomen werd dat dat eigendom was vergaard in zonde. En soms werden zelfs de eigendommen van de familieleden voor de komende generaties nog in beslag genomen. Dus die mensen werden tot slaaf gemaakt. Deze inbeslagname, die werden uitbetaald als expenses, dat is... Uitgaven. Ja, onkostenvergoeding, zullen we zeggen. Mm-hmm. Aan de schrijvers, degene die schreven, en de beulen. De schriftgeleerden en de beulen, ja. En de helft van wat er overbleef, dat ging naar de paus, zijn schatkist. En de andere helft naar de inquisitoren. Alhoewel de paus en zijn inquisitoren een groot fortuin wisten te vergaren van de inquisitie, het grootste beneficiaire systeem was het Romeinse systeem. Dat is denk ik een belastingheffingssysteem, of wat? Wat bedoelt u met deze laatste van, zin? Ja. Het gaat erover om te bedoelen van, kijk, als je al die goederen en gelden en land en alles in beslag neemt van al die zogenoemde ketzers, en dat voor generaties, en dat deel je op tussen die mensen die met de inquisitie bezig zijn, dus de Dominicanen, want dat was de monnikenorde van de Dominicanen, die de inquisitie onder zich hadden tot de Jezuïten opdoken. En de rest is verdeeld naar wordt naar de paus gegeven. Uh-huh. Dan wil dat in feite zeggen van dat, wat ze zich da versammelt hebben, dat de grootste beneficiary, dus de grootste... Oké. Dus de paus kreeg het niet persoonlijk, maar het ging naar het systeem. Dat bedoelt het eigenlijk. Ging naar het Romeinse systeem, ja. Dus de beneficiary, ik weet nu niet hoe dat je dat naar het Nederlands gaat vertalen. Nee, dan altijd zo van die dingen binnen. Beneficiary. Ik kijk, begunstigde, ja. Ja, de begunstigde. Zo'n heel simpel woord, kwam er soms niet op. Oh ja, daar heb ik ook, dus als jij in het Engels zit. De grootste begunstigste is dus het Romeinse systeem. En daarvan, en dat is maar een heel klein deel dat we hier gaan leren, komt de
onschattelijke rijkdom van de Romeins-Katholieke Kerk. En dat is weer zo'n punt waar je ziet dat het allemaal 180% omgekeerd is van wat in de Bijbel staat. En dat de Romeins-Katholieke Kerk 180%, 180 graden omgekeerd dat leert van wat werkelijkheid is. Ze zeggen dat ze zo arm zijn. Ja. Dat is de armste organisatie in de hele wereld. En daarbij is het de rijkste in heel de wereld. Doe me zo denken aan... Zij heeft al het geld, alle bezittingen, alle landen. Ik pak gisteravond, en ik was dus op de muziekrepetitie. En er kwam een oude vriend van mij binnen. Ik had hem maar een paar maanden niet gezien. En hij vertelde mij dat zijn neef of oom, dat was een katholieke monnik geweest. En die heeft dus tegen mijn vriend, Ruben heet die, verteld, ja, ik ben ermee gestopt. Want die gelofte van armoe, die hij had afgelegd, hè, dat vond hij ook interessant. Hè, ik wil armoedig leven, ik heb verder niks nodig. Hè. Dat is een mooie gelofte van armoede. Hij zei, dat kan ik niet verkopen daar. Die mensen zitten achter de muren, zitten ze met een enorme... Ja, hij zei, dat is belachelijk, dat doe ik niet aan mee. Ik weet niet hoe het verder met die man afgelopen is. Hoor. Of die nou een andere plek heeft gevonden. Kijk, we drinken allemaal graag eens een keer een glaasje bier, hè. Maar ja, deze abdijbieren die daar van de monniken gemaakt worden, wat denk je waar al dat geld naartoe gaat? En dat bier, de alcohol, wordt dus verkocht aan het gewone volk. Maak die dronken, geef hem brood en spelen en wij worden er ondertussen rijk van. Ja, dat is mooi. De grootste eigenaars van de grootste wijndomeinen, de eigenaars van de grootste brouwerijen, dat is allemaal, behoort allemaal tot de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Op de een of andere manier. Ja, als ik de basis van de Romeins-Katholieke Kerk, dan zou ik dat ook voorstellen. Je moet ze gewoon op alle fronten hebben. En dan komen we nog aan toe. We krijgen ook zo dadelijk Medici Learning. Dat wordt toch veel leuker. Hè? Ik ga weer even verder. De Inquisitie was het meest effectief tegen de geïsoleerde waarheidszoeker in een... ignorante maatschappij. Ignorant. Ik zal ook nog eventjes op willen zoeken. Want dat is... Ik zou bijna zeggen... domme of negerende of de andere kant uitkijkende maatschappij of zo. Onbewust, dat is in een onbewuste samenleving. Maar ignorant betekent ja iets anders. Ignorant is ja als ik met open ogen niet wil zien. Ik pak hem gewoon even bij. Dat is wat ignorant in feite betekent, Perry, en daar gaat het hier over. Absoluut. Even kijken wat de officiële... Ja, daar staat toch onwetendheid, hoor. Onwetendheid, onbekend, onkundig. Maar dat zeide jij vooral omwille van dat je met ogen open niet wil zien. Ja. En dat is vandaag de dag nog exact hetzelfde. En dan krijg je een hele leuke, aparte zin vond. Toen de gemeenschappen meer literair geleerd, werden, meer geleerd werden, meer erudieter werden is het ook eigenlijk, hè. Ja, dat ze meer konden lezen en zo. Dat ze dus meer opgeleid geweest zijn. Literate. Meer beleerd. Dat ze niet alleen boeken konden vasthouden, maar dat ze ook konden lezen wat erin stond en verstonden wat erin te lezen was. Precies. En toen werd de Inquisitie een stuk subtieler. En wat de geleerdheid aan de gemeenschappen gaf... was een epidemie van bijbellezen. En dat wordt mogelijk gemaakt door, door het perfectioneren van Johannes Gutenberg's uitvinding van, dat heet movable type. Bewegelijke types. Ja, dat heeft te maken met... Dus het is dat je die verschillende letters kunt vervangen. Ja. Eerst hadden ze alleen maar zo van die persen waar iets ingestanst was en dat konden altijd maar terug gebruiken. Maar nu konden de letters vervangen en kon je binnen een paar minuten een compleet andere tekst daarop brengen. Ja. En hoe meer dat geperfectioneerd werd, en dat is een heel belangrijke zin over die wij eens gesproken hebben, Perry. Dat wat dus de beelding in feite gebracht heeft in de communes, was dat epidemische bijbellezen, mogelijk gemaakt werd door de perfectie van Gutenbergs uitvinding van de bewegelijke types. Ja. En nu vertaal dat eens een keer 500 jaar later.
Dat wat het weten, de kennis gebracht heeft in de communies, in de maatschappij van vandaag. Ja. Was het doordringen door het internet. Ja. Dat probleem is dat wij op het internet zoveel dingen hebben die ons afleiden dat we de belangrijke dingen niet meer waarnemen. Ja. Ik heb altijd al gezegd van als Luther bezig was met de reformatie en hij had Gutenbergs boekpers ter hulp om de Bijbel te verdelen onder het volk. Als in de tijd van Luther televisie bestond, hadden we nooit een reformatie gekend. Dat is een hele, hele scherpe analyse. Erg mooi. Ik vrees dat er nog ware zorg. Ja, we gaan door naar de volgende pagina hoor. Maar ik ben dus ook behoorlijk tot dat deel der natie die jarenlang gedacht heeft dat websites als Alex Jones en Jeff Renzi en al die andere meuk. Van ja, dat zijn wij. Wij gaan de waarheid en de truth will set us free. Maar dat is allemaal een beetje onzin, hè? Het is, maar er is wel info. En het was ook voor een paar weken terug. Dat is mijn Armeense schaakvriend. En die kende ook Wolter Veit. Dat is gewoon een jongen die is uit Armenië of zo. Is hier, een hele aardige vent. En hij zit je gewoon in het café met iemand. Zegt, ja, Wolter Veit, ken ik. En dat hebben we samen tegen die mensen die ook aan tafeltje zaten. Hebben uitgelegd wie Wolter Veit is. We hebben zelfs die naam opgeschreven van Total Onslaught. Ga maar kijken. Dus niet iedereen. Mijn dochter bijvoorbeeld heeft nooit een internetfilter of niks gehad. Nooit niet. Je mocht altijd van mij gewoon kijken wat je wil. Die is heel zedig. Dus zij zegt ook gewoon bepaalde dingen die kijk ik helemaal niet. Ze leest ook de Bijbel nog niet. Maar ze behandelt het internet wel met respect. Dat is echt wel leuk. Ik pak pagina 18. Wil je wat vertellen over het plaatje wat je hier ziet? Ik denk dat jij wel weet wie deze mensen zijn. Ja, daar zien wij Karel van Habsburg. Die de koning van Spanje en de keizer van het Heilige Romeinse Rijk was. Dus uit Oostenrijk komt de Habsburgers. Die hier met Paus Clement de VII, die uit de familie van de Medici komt, Giulio di Medici was zijn burgerlijke naam. Confides to Pope Clement his choice of the man to stop defections to Protestantism. Dus in feite gaat hier de Karl van Habsburg gaan zeggen van dat deze paus de juiste persoon is om die defectie, hoe noemde dat, die afdwaling naar het Protestantisme te stoppen. Precies. Ja, dus daar gaat het in feite over. En dat leidt dan uiteraard het volgende kapitel in. Medici Learning. Ja. De Medici Leermethode. Nou, dan ga ik me even pakken. Medici Learning. Dus de Medici Leermethode. En Gutenberg, dat is dus Johannes Gutenberg. De uitvinder van die movable type. De boekdrukkunst. Die koos de Bijbel om zijn uitvinding te demonstreren, niet zozeer dat hij wilde dat de gewone man dichter tot God gebracht zou worden, maar dat hij en zijn geldschieter, dokter Johannes Faust, die zouden een enorm vermogen kunnen verdienen in de handel van dat boek. Want voorafgaand in 1450 waren Bijbels zo zeldzaam dat ze werden verhandeld als een waar. Net zoals een stuk onroerend goed. Een Bijbel, dat kostte een jaar om het te maken. En dat kostte zoveel als 10 keer het jaarsalaris van een rijke man. Johannes Gutenberg heeft zijn eerste productie, en het was een folio-editie, dat betekent niet echt gebonden, denk ik dan, maar een folio-editie, van de 16e eeuwse Latijnse Bijbel, die bekend stond onder de naam de Vulgaat.
Ja, de Vulgata, omwille van Vulgata. dat het gaat over, zoals men in Engels die uitspraak heeft, dit is in Nederland zeggen wij ook dat is vulgair. Ja, betekent Dat gewoon of betekent zo, hè? vandaag de dag meestal iets vies, maar in feite wil ik gewoon zeggen dat is gewoon. En dan wilden ze mee die man de prijzen van die. Oh ja, om daarmee geld te verdienen met die manuscripten. To fetch manuscript. Weet ik niet precies wat er staat. Dokter Johannes. Dus die meneer Faust. Ja, dus Johannes Faust. Dokter Johannes Faust. Verkocht deze exemplaren heel discreet. Als een uniek exemplaar aan koningen. Adelen en kerken. En een tweede editie in 1462, die ging over de toonbank voor 600 kronen in Parijs. Maar de verkopen die daalden te veel. Nou, de verkopen waren niet hoog genoeg, naar de mening van meneer de geldschieter, Johannes Faust. Dus verlaagde hij de prijzen naar 660 kronen en daarna naar 30 kronen. Ik weet niet precies wat een kroon is, maar dat lijkt me nog steeds erg veel geld, hoor. En deze actie, dus een soort marketingactie zou je kunnen zeggen, van zoveel procent korting, bracht zoveel exemplaren in circulatie dat de kerkelijke autoriteiten in de gaten kregen dat de verschillende compleet identiek waren. Nou, en deze bijzondere uniformiteit, die werd beschouwd als menselijk onmogelijk. Dus de kerkelijke autoriteiten betichten meneer Faust ervan dat hij die Bijbels had gemaakt met toverkunst, met magie. In zijn gebied heeft de aartsbisschop van Mainz de winkel van Gutenberg laten overvallen en een fortuin van valse Bijbels in beslag genomen. De rode inkt waarmee ze waren gedrukt werd beschouwd als menselijk bloed. En Johannes Faust werd gearresteerd voor een samenzwering met Satan. Maar er is geen procesverbaal of er zijn geen archieven van enige rechtszaak. Wil je reageren? Anders ga ik door. Nee, ga door. Oké. Okay. In de tussentijd, de drukkers die hadden gezweer, die echt gezworen hadden om niets te vertellen over de geheimen van Johannes Gutenberg, terwijl ze in dienst waren, vluchtten de jurisdictie, dus de rechterlijke hand van jurisdictie, dus het rechtelijk gebied van Mainz, en begonnen drukkerijen op zichzelf op te zetten. De papierproductie verbeterde samen met technische verbeteringen in matrixsnijden en vormgeving, en books begonnen te prolifereren, te verspreiden. Dat is nog heel sterk te verspreiden dan, hè? Vele edities van de. Oh ja, en de meeste van die boeken, dat waren edities van de Vulgate. In de 10 jaar daarop volgend, 10 jaar daarop volgend op de overval op de winkel van Johannes Gutenberg, waren er 5 Latijnse en 2 Duitse Bijbels gepubliceerd. En vertalers hielden zichzelf bezig met andere landen. Een Italiaanse versie verscheen in 1471, een Bohemiaanse versie in 1475, een Nederlandse en een Franse versie in 1477 en een Spaanse versie in 1478. En hier stop ik even, want die van 1477, was dat die van. Als een Nederlands vertaling, is dat die dan van Erasmus? Of is het Nee. nee, hè? Die Erasmus is daarna weer. Erasmus is pas daarna. Nee, deze is gebaseerd op de Latin Vulgate. Dat is waarschijnlijk gebaseerd op de vertalingen van Jerome van 155 na Christus. Kijk, dit zijn allemaal Bijbels, die als oorsprong nog hebben de Latijnse basis. Latijn is de dode taal van de kerk. Ja, dat weet ik anders.
Da zijn ook veel mensen die menen dat de Septuagint een ganz fantastisch ding is, wat in feite niks anders is als de Latijnse versie van het originele Hebreeuwse en Griekse, vertaald naar het Latijnse. Dat noemt men de Septuagint. En dat is een totaal verkeerde leer, dat vele mensen denken van dat is wel goed. Dat lag overigens niet aan de basis van de King James versie. Dat is een andere, maar dat is een andere discussie. Ja. Hier gaan we eventjes gewoon opmerken van die Bijbels die zich toen verspreid hadden. Mm-hmm. Dat waren de Bijbels zoals ze bekend waren in de Romeins-Katholieke Kerk. Yep. Het was vertaald vanuit het Latijns in dan de andere talen. Mm-hmm. Die Italiaanse versie, de Boheemse versie, de Nederlandse versie, de Franse versie. Ik ben wel benieuwd naar die Nederlandse versie eigenlijk. Ja, maar dat is dus de Nederlandse versie van dat Latijn. Dus qua inhoud, wat originaliteit betreft, is het natuurlijk niet dat woord Gods. Hè? Nee. Dat is de corrompeerde Bijbel uit de kerk. Ja. Maar tenslotte heb je tenminste toen die kans gehad om die te hebben. Dat is beter als niks. Hè? Ja, precies. Dat is gelijk vandaag de dag ook. Hè. Als je de Koning James niet kunt lezen, lees dan een of andere gecorrumpeerde Bijbel. Dat is nog altijd beter als geen enkele Bijbel te lezen. Maar wees je daarvan bewust dat je een gecorrumpeerde Bijbel leest. Ja, ja precies. Dat lijkt me ook wel. De vorige keer heb ik met jou toch. Hebben Titus 3, vers 10 of zo, vers 16. Mm-hmm. Daar stond ook echt in dat Bijbeltje wat ik hier op de markt heb gekregen. Gewoon wat anders in. Want er stond het begrip overtreding. Ik heb er later nog over nagedacht. En je had helemaal gelijk, dat is een verkeerde vertaling. Dat ja, natuurlijk fout. Heb ik gelijk, ik lieg er niet. Ja. Ik geef wel iedereen gelijk, maar ik vind het ook heel prettig als ik zelf zeg, ja, maar hij heeft ook echt gelijk. Ik zeg dat elke keer, iedereen mag me uitdagen van te zeggen van, bewijs het eens een keer. Ja, ik zeg dat hier en dan bewijst jij mij dat ik verkeerd ben. En tot nu toe heeft iedereen moeten toegeven van, tja, den Jörg heeft toch weer al iets gelijk gehad met wat hem zei. Ja. Goed zo. Omwille van dat wat ik zeg gebaseerd is op de Bijbel en op goed gegrondeerd onderzoek. Ja. Titus 3:10, ik ben dat juist hier aan het zoeken. Mm. Waarom vind ik dat hier nu niet? Daar hadden we het over nog verleden keer. Ik herinner mij dat nog. Ik weet niet meer wat daarin stond, want hier had ik Thessaloniërs. Het ging over vertel elkander uw fouten. Ja. En niet meer Titus 3:10, a man that is an heretic after the first and second admonition reject. Mm-hmm. Ja, dus een man die een heretiker is na de eerste en tweede admonitie die verwijt. Oh ja. En in de NIV stond warn a divisive person once. Instead of an heretic. Mm-hmm. And in the Good News Bible stond the person who causes divisions instead of an heretic. So dat is wel een belangrijk verschil. Of dat iemand een heretiker is of gewoon een divisieve persoon, wat dat ook mogen zijn. Zwart. Maar we gaan verder met waar we vandaag mee bezig zijn, want absoluut. Dat is al interessant genoeg. Maar het punt is dus dat in de begintijd van Gutenberg. Ineens die Bijbels kwamen opduiken in alle landen en ook vertalingen daarvan opdoken. En dat wordt straks nog interessant als wij over Ignatius Loyola en zijn beginning gaan spreken in een van de komende kapitels. Omwille van dat daarin stond dat Loyola zich andere boeken toegewand heeft als hem in zijn rehabilitatie in zijn kasteel. En andere boeken gelezen heeft als de Spaanse Bijbel, die daar al sinds enkele decennia beschikbaar was. Ja. En hier lezen we dus dat die Spaanse Bijbel vanaf 1478 beschikbaar was. Ignatius Loyola is geboren 1491. Mm-hmm. En het gaat over zijn rehabilitatie als rond de jaren 1520. Dus toen was de Bijbel al verschillende decennia beschikbaar. In het huishouden van de Loyola's. Hè? Ja. Goed, maar lees maar verder. Ja. Net zo snel als onze generatie computerbediening hebben geleerd, computerliteraire zijn. Leerde met de computer om te gaan. Zo leerde de generatie van Johannes Gutenberg boeken te lezen. En de mensen die die zorgvuldig lazen, die vonden schokkende verschillen, discrepanties op het Nederlands mag je ook zeggen, tussen de pauselijke interpretatie van het woord van de Heer en het woord zelf.
Ja. Hier hebt u dus een bewijs. Ja. De Latijnse Bijbel is niet het juiste woord van God. Nee. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben verschillende schriften kunnen vergelijken. Omwille van dat schriften in ene keer een omloop waren. Hm. Omdat die mensen in ene keer toegesmeten werden met boeken. Gelijk dat wij toegesmeten worden met het internet. Ja. En toen hebben ze al beseft van wij moeten hier... Ik zeg dat altijd in Engels. Hm. Eat the meat and spit out the bones. Ja. We moeten het vlees eten en de been erin uitspuwen. We moeten het allemaal in ons opnemen. Mm-hmm. Maar dan moeten we het verwerken. En we moeten het goede onthouden. En het slechte moeten we van ons afdoen. Ja. En dat hebben zij toen ook gedaan. En ineens merkten die mensen van... Ja, maar wat die ons in de kansel vertellen... Als wij zondags naar de kerk gaan... Dat is ja helemaal niet dat wat God in zijn woord zegt. Mm-hmm. Dus die vertrouwenspersoon... Die priester... En dat was een vertrouwenspersoon. Want je mocht niet vergeten... De confessie. Ja? Mm-hmm. Dus de afname van de biecht. De biecht, ja, ja. Ja? Dat was de voornamelijke job van de priester. Die was een echte vertrouwenspersoon. Ja. Voor de vrouwen van het huishouden, voor de mannen van het huishouden. En die priester wist al de geheimen van al die mensen. Mm-hmm. En ze hebben hem hun geheimen aanvertrouwd, mm-hmm. omdat hij een vertrouwenspersoon was. Ja. En dan leren ze in een keer, dat deze vertrouwenspersoon zegt van, ik leer u het woord van God, en hij leert het tegenovergestelde. Ja. En sorry, ik moet dat eventjes niet gaan zeggen, zeker omwille van dat we in een Vlaamse uitzending bezig zijn. Ja. Die een vriend van mij, Tom, mm-hmm. die heeft een zoon, Jano, mm-hmm. die is nu 12 jaar oud. En ik heb dat, ik denk dat is ondertussen 2 of 3 jaar geleden meegemaakt. Toen was hem nog getrouwd met zijn vrouw, woonde in een mooi huisje, alles erop en eraan. Een grote tuin van achter. Mm-hmm. En we hebben in de tuin gespeeld met mijn hond daarmee bij, met een bal. Mm-hmm. En op een bepaald ogenblik was de bal zo ver weg in dat hoge gras dat we hem niet meer terugvonden. Dat we aan het zoeken waren en hem niet meer vonden. Mm-hmm. En Jano zegt in ene keer van, ah, misschien moeten we aan Maria bidden dat ze ons helpt die bal te vinden. Oh ja, ja, dat is heel goed. En op dat ogenblik heb ik... alles uit mijn gezicht verloren, zoals men zegt. Ja, verstaan? Ik viel volledig van het geloof af. Wauw, dacht ik, deze jonge kinderen, kijk hoe gehersenspoeld, en deze keer zeg ik het juiste Vlaamse woord, hoe gehersenspoeld deze jonge kinderen al zijn met het katholicisme en dan in hun leven die dingen willen toepassen die helemaal niet van God bepaald zijn. Ja. Want dat je naar Maria moet bidden en dat Maria u met iets kan helpen, mm-hmm. dan kun je de Bijbel van Genesis tot Revelatie lezen, dat staat er niet in. Totaal niet. Waar heeft die jongen dat vandaan? Wel, dat is vertrouwensmisbruik. En lieve luisteraar, denk daar nu eens een keer rustig over na. Deze vertrouwensmisbruik gaat elke dag gebeuren als je je eigen kinderen naar school stuurt, zoals jouw ouders jou naar school gestuurd hebben, zoals die hun ouders... die ouders naar school gestuurd hebben. In de school is de grootste vertrouwensmisbruik die je maar kan inbeelden. Omwille van dat daar niet het woord van God geleerd wordt, maar het woord van de mens. Ja. En daar gaan we in dit kapitel naartoe. Dat ja. is medici learning. Het leren tegen het leren. Dat komt straks nog op hier in dat kapitel. Mm-hmm. Dat is het leren van de Bijbel... tegenovergestelde het leren van de gnostische, de menselijke leer. Daar staan in de school van voor leraars mm-hmm. die zich uitgeven als vertrouwenspersonen ten opzichte van die kinderen mm-hmm. en die dan, en ik ga nu het voorbeeld van de Bijbel aanhalen, dat is het meest simpele, mm-hmm. die dan dingen aan de kinderen leren die in de Bijbel niet instaan. Maar ze stellen zich voor die kinderen in de klas en zeggen van, hier, ik ben Lehrer so en so, Meester so en so, Juffrouw so en so, of Pastor so en so, of Priester so en so. En ik ga u leren van wat in dit boek, en ze houden de Bijbel omhoog, ik ga u leren wat hierin staat. En dan leren ze hun leer, en dat is niet dat wat daarin staat. Ja. En dat was precies datzelfde, op dat Jezus gedrukt heeft op den ogenblik, als hij op de aarde wandelde tegen de schriftgeleerden en de Farizeeërs en de Sadduceeërs. En zeggen van, jullie sluiten het hemelrijk voor iedereen op om er zelf in te geraken, want je vertelt meer je traditie dan het woord van God. Ja.
Ja, en dat is vandaag de dag nog altijd zo. En daar gaat het boek om. En dat maakt me boos. Het maakt me boos dat de mensen ignorant zijn. Dat ze met open ogen niet willen zien. Hoe dat ze van mensen die zich voordoen als hun vriend, die zich voordoen als een persoon die ze kunnen vertrouwen, hoe dat ze van die mensen in de afgrond geleid worden. Ja, even, ik moet het ook eventjes kwijt. Mijn dochter heeft de HAVO gedaan. Hoger algemeen vormend onderwijs. Dus vanaf je 12e tot je 16e of zo. Nou, natuurlijk moesten we regelmatig op evaluatiegesprek, oude gesprek. Het was al in die scheiding. Ik kom dat lokaal binnen en dat was de biologieleraar. Dat was een vrouw met een hoofddoek. Ja? Nou, dat vind ik best hoor. Dat iemand met een hoofddoek van... Ja? Maar goed, die zat dus achter het tafeltje. Wij mochten de plaats nemen. Ik kom dat lokaal binnen en ik kijk naar rechts. Hangt er een hele grote poster van Darwin. Met die rare evolutieboom. En dan heb ik het eigenlijk al helemaal gehad. Want is dit nou... Je zit hier met een hoofddoek om. Dus kennelijk heb je iets met het boek, laten we het zo maar zeggen. Maar waar staat in de Koran dat evolutie werkt? Ja, of je doet je hoofddoek af en je zegt gewoon, ik ben gewoon een kafir tussen de kafirs. Dan mag je van mij Darwin gaan prediken. Maar ze gaat een beetje heilig lopen doen met een hoofddoek. En tegen de kinderen lopen vertellen dat we afstammen van de kikvorsen. Het was toch de eerste kikvorsen, toen kreeg je dolfijnen. Toen kreeg je apen en toen kreeg je ons, toch? Ik heb er ingehouden bij het gesprek. Ze deed ook niet vervelend over onze dochter. Ik denk, nou, laat het er maar bij zitten. Ik lees weer verder. In 1485 heeft de aartsbisschop van Mainz een wet ingesteld die het ongeautoriseerd lezen van de Bijbel bestrafte met excommunicatie. Dat betekent uitzetting uit de kerk. Confiscatie van de boeken en zware boetes. De grote renaissance theoloog, Desiderius Erasmus, die daagde de aartsbisschop uit om in 1560 de eerste gedrukte editie van het Griekse Nieuwe Testament te publiceren. Hij had het over de anti-bijbelmentaliteit in zijn voorwoord met deze woorden. Ik neem ten strengste afstand van die niet willen dat privépersonen de Heilige Schrift lezen of willen dat die vertaald wordt in normale taal. Terwijl toch Christus, kijk hoor, alsof Christus zulke ingewikkelde dingen vertelde, dat ze alleen begrepen kunnen worden door een paar theologen. Anders zou de veiligheid van de christelijke religie gevaar lopen. En dat betekent dus Erasmus. Ik zou willen dat alle vrouwen het evangelie lezen en de brieven van Paulus. En wilde dat ze zouden vertaald worden in alle talen, zodat niet alleen de Schotten en de Ieren, maar ook de Turken en de Saracenen in staat zijn om ze te lezen en ze te leren kennen. En dat wat Erasmus hier gezegd heeft, of geschreven heeft in zijn voorwoord, komt ongeveer op dat neer wat Tyndale gezegd heeft tegen de priester. Tyndale heeft gezegd, ik wil daarvoor zorgen met mijn vertaling van de Bijbel naar het Engels, dat elke jongen die achter de ploeg aanloopt, meer over de Bijbel en over Christus weet als jij. Geweldig. Ik ga weer door. Een katholieke monnik genaamd Maarten Luther ging geheel tegen de wens van zijn superieuren het testament van Erasmus, het Nieuwe Testament dus, de vertaling van de Griekse... Nee, een geprint, dat was het in het Grieks dus. Maarten Luther heeft dus in het Grieks gelezen.
van Erasmus. Maarten Luther was geschokt door het ontbreken van schriftelijke autoriteit voor vele kerkelijke tradities. Van de zeven kerkelijke sacramenten waren er alleen maar twee, namelijk de doop en het heilig avondmaal, te vinden in de schrift. Gefundeerd in de schrift. De overgebleven vijf, confirmatie, absolutie, ordinatie, huwelijk en die laatste unction. Ik had gehoopt, ik had dit even op moeten zoeken. Zalving. Zalving, oké. Dat waren de uitvindingen van post-bijbelse concilies. Ja. En decreten. Dus gelijk dat concilie van Nicea in 325 en dergelijke dingen. Ja, precies. En de paus is zeg maar even wat. Hij heeft de Bijbel, is van hem en hij gaat er zelf gewoon... Ja, en als je meer wilt weten over de paus en de concilies en Luther's standpunt daarvoor, dan moet je van Luther die schrift lezen aan den christlichen Stand, an die deutsche Nobilität von des christlichen Standes Besserung von 1520. Aha. Habe ich Videos von in Hour of the Truth, die ersten drei Videos in der Playlist Hour of the Truth gaan darüber, da lese ich es in Englisch. Nee, das ist was anderes. Later lese ich es in Hour of the Truth, ja. in zwei Uitzendungen, und ich habe es in Deutsch eveneens getan, das finde ich auf meinem Kanal. Ja, in der Playlist von Luther 2017, das ist dann wel in Deutsch, aber da schreibt Luther das an der deutsche Adel in 1520, und da hilft er mit over precies. Deze dingen hier ook. Ja. Over de paus en de concilies. Yes. Nou, dan ga ik weer verder. Maarten Luther heeft geen bewijs gevonden in de schrift waarin gesteld werd dat monniken en nonnen celibatair moeten leven. Ook is er geen bewijs voor het houden van pelgrimstochten. En voor het vereren, denk ik eigenlijk, veneration van sacred, van heilige reliquieën. Veneration, hoe zou je dat vertalen? Ja, zoals jij dat juist gedaan hebt. Ja. De kerk leerde dat gebed, goede werken en regelmatige deelname aan de sacramenten de mens zou redden van eeuwige verdoemenis. Maarten Luther ontdekte dat dit tegengesteld was aan de leer van de schrift. Wat zeg ik altijd? De Romeins-Katholieke kerk leert 180 graden omgekeerd dat wat in de Bijbel staat. En in de scholen, die onderstaan aan de hiërarchie van de Romeins-Katholieke kerk, doen ze hetzelfde. En in de media, die 100% gecontroleerd worden van de Romeins-Katholieke kerk, zoals we later zullen zien in dit boek, door de pauselijke encyclicals Miranda Prosos en Intermedrifica, doen exact hetzelfde. Ja. 180 graden omgekeerd van wat de waarheid is. Precies. Het is zo simpel, beste broer Perry. Ja, ja. Er is maar één boek op deze aarde waar de waarheid in staat. De Bijbel. Ja. En alles andere kun je de welbak in duwen. Alles andere is maar hulpmiddel eventueel. Maximaal. Om je tot de Bijbel te leiden. En alleen daar staat de waarheid in. Alleen daar is de gids die God ons meegeeft. De leidraad voor ons leven. Helemaal met je eens. Het meest explosieve resultaat van Maarten Luther's zijn bijbellezingsoperatie was zijn houding naar het pausdom. Nergens in het schrift kon Maarten Luther vinden dat God... Passionele monk. Ja, oké, maar de passionate monk. Ja, ja. En Maarten Luther hebben we het over. Nergens in de schrift kon Maarten Luther vinden dat God had verordeneerd dat er een imperium Romein... Dat er een keizerlijke Romeinse plaatsvervanger van Christus zou moeten zijn, die de... zou heersen over een enorme economie. Dus een enorme economie, laten we zeggen. Gebaseerd op het verkopen van rechten om kwaad te doen.
Da gaat het over die indulgences, ja. Da gaat het dus over aflaathandel. Ja. Aflaten. En deze rechten die werden aflaten genoemd. En zij waren een kerkelijke traditie sinds paus Leo III was begonnen om die uit te delen in het jaar 800. En dat was betaalbaar in het geld dat paus Adrianus de Eerste had gecoind, hoe heet dat? Hoe noemen we dat? Gemunt. Gedrukt. Ja, coined, maar dat was toen echt coinen, denk ik. Dat is echt stampte. Hier in Amsterdam hebben we nog de oude, het munten van geld heet dat volgens mij. Nou. Maar dus die had dus die eerste paus, die had al dat geld losgegeven. Mensen er allemaal mee lopen handelen, allemaal heel veel lopen werken. Want iedere keer als de mens dus een geldje, een muntje aan een ander geeft, is dat voor een dienst of een goed. Hè? Dus dan, als er dus heel veel geld heen en weer gaat, daarom zeggen ze ook geld moet rollen. Dus mensen heel hard gaan werken. En dan heeft paus Leo III al dat geld weer teruggepakt. Voilà. Bedankt voor die bloemen. Arme mensen. Aflaten. Even kijken hoor. Aflaten werden gegeven op de kerk zijn gelovigheid. Net zoals government bonds. Dat zijn overheidsobligaties. Uitgegeven worden op de geloofwaardigheid van een overheid, het heden ten dagen. In 1491 bijvoorbeeld heeft Innocentius de Zevende een 20-jarige boeterbrieven. Dat kennen wij in het Nederlands ook, boterbriefje noemen we dat. Boeterbrieven aflaat, waarmee de Duitsers die zouden betalen een twintigste van een gulden voor het jaarlijkse privilege om melkproducten te eten. Zelfs als ze aan het vasten waren. Wat leuk. Dus je dus kon met andere vormen. Je kon faxen, maar je moest eerst. Je moet alleen maar een twintigste van een gulden betalen om te mogen zondigen. Daar komt het op neer. Ja. Deze boterbrieven is maar één voorbeeld, maar de hele aflaathandel is in feite niks anders als een rechtvaardiging om te mogen zondigen. Ja. En ja, in de tijd van Luther had je natuurlijk Tetzel, die door Duitsland trok. Ja. En die dat Wort geprägt heeft, dat ist in Deutsch, sobald die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ach, prachtig. Ja. Dus van zodra de munt in de kast klinkt, de ziel uit het vaargevuur springt. Ja. Als je dat ongeveer naar het Nederlands ja. En dat is het feit waar de aflaathandel over ging. Ja. En dat wordt ook zeer schoon dargesteld in de film van Luther van 2004, die ik hier juist aanbevolen heb. Moet je eens een keer kijken. Ja, ik heb het opgeschreven. Waar ik even over die aflaten. Dat was voor een paar jaar geleden dat ik was er een reclame hier in Nederland van de Nationale Nederlanden. Dat is een verzekeringsmaatschappij. En daarin zag je een man in een rolstoel die in een halfpipe bezig was. En een halfpipe, dat is die dingen voor die skateboarders gebruiken. Mm-hmm. Van dat beton, weet je, dan maken ze zo'n ding, een halve pijp. Ja. En dan zat hij dus in zijn rolstoel. En dan schoot hij helemaal boven die halfpipe uit, door de lucht, met zijn rolstoel. En dan stond eronder, zeker verzekerd bij de Nationale Nederlanden. Toen dacht ik, nou, als je één reden wil hebben dat ik geen verzekering bij de Nationale Nederlanden wil, is dat ze zo'n reclame maken. Ze hadden er ook onder kunnen schrijven, even Apeldoorn bellen. Ja, zoiets. Ja, wat heb ik? Als er rolstoelhouders zijn en die willen gaan halfpipen, ja, die gaan maar hun eigen verzekering doen. Dat is levensgevaarlijk, man. Maar dat denken ze. En toen dacht ik ook weer dat in Nederland heb je dus ook een Bible Belt. Die loopt van Rotterdam ongeveer naar Zwolle. Groningen ongeveer. Hè? Net alsof de zuidwestenwind heeft het protestantisme over Nederland gestort. Nou, daar heb je steden, Staphorst is er een eentje van, heel protestants. En die mensen doen niet aan verzekeren. Want in feite, wat is nou het verschil tussen een verzekering en een aflaat? Ik ga op vakantie en ik neem een camera mee, maar ik neem wel een verzekering ervoor. Dan hoef ik niet meer zuinig te zijn op mijn camera, want dan kom ik terug en krijg ik toch een nieuwe.
Ik heb er gewoon met mijn neus bovenop gestaan dat mensen dat gewoon ook eerlijk zeiden. Van ja, iedereen doet dat toch. Een reisverzekering is er toch om de boel te tillen. Ja, hou er dan mee op. En het boterbriefje, dat hebben wij dus voor het huwelijk is dat. Je boterbriefje halen, dat is als je gaat trouwen. Even kijken. De verslagen van de boterbriefjes. De opbrengst. Proceedings is verslagen. De opbrengsten van de boterbriefjes werden besteed om een brug te bouwen in Torgau. En Rome, zijn aflaten-economie, was zo groot als het Amerikaanse inkomstenbelastingssysteem. Heet het nagen. En het was net zo, het werd net zo gesteund door de mensen hun bibberende toestemming, zeg maar. Toestemming, ja. Vrijwillig. En toen we presumption of... Oh ja, om... Onder de veronderstelling dat ze schuldig waren. Trembling compliance, voluntarily, ja, naar de aanname dat ze schuldig waren. Liability is toch schuld? Mm. Ja. In 1515 heeft paus Leo X een bul, dus een pauselijke bul. Ja, en een pauselijke bul is het machtigste papier, ja, dat een paus kan publiceren. Mm-hmm. Dat direct overgenomen wordt in kanonsrecht, Romeins-Katholiek kanonsrecht. Ja, ja. En een bul, en dat is hun eigen definitie, en daar moet je nu heel goed luisteren, mm-hmm, is niet terugtrekbaar. Ja. Maar mm-hmm, in 1773 heeft Paus Clement de XIV met de beul Dominus ac Redemptor, de Jesuiten, voor altijd verboden. Ja, dat dacht ik net aan. En in 1814 heeft Paus Pius de VII met een andere beul de Jesuiten terug hersteld. Ja. En in die beul daarbij geschreven dat nooit nog iemand zou mogen durven de Jesuiten aan te raken. Ja, maar daar heb ik dan wel een kleine logische vraag bij. En jij denk ik ook. Want die eerste, er was ook een bul. Ah, wel, dat is den punt. En dat is hetzelfde punt die Luther maakt. En dat wat ik juist gezegd heb in het geschrift van 1540. Mm-hmm. Over de pausen en de concilies. Mm-hmm. Dat die zichzelf weer spreken. Ja. Omdat daar wordt één bul gemaakt, daar staat dit in. En dan wordt een bul gemaakt, daar staat dat in. En die weer spreken mm-hmm zich. En nu wordt het ja sinds 1870 nog erger, Perry. Mm-hmm. Want sinds 1870 is de paus ja, als hij aan ex cathedra spreekt, vanuit mm-hmm zijn troon, mm-hmm, als hij spreekt over kerkelijk doctrine mm-hmm en dogma, is hij onfeilbaar. Ongelooflijk. Ik ben blij dat ik hem niet ben. Maar toch heb de ene pauselijke boel die de andere pauselijke boel tegenspreekt. Ja, het is een scam. Natuurlijk is het dat. Het is gewoon een scam, het is een heel oude. Ik heb een boek gekregen van mijn zwager, schoonbroer op zijn Belgisch. Destijds, hè, toen ik nog getrouwd was. En dan kreeg ik een boek van hem en dat heette, dat ging over de maffia. Een genootschap van eer heette het. Het was gewoon een historisch boek van hoe is de maffia begonnen en... Nou, op pagina 30 was het al dat de maffia bij de Romeinse kerk binnen was. De maffia heeft ook al die bijvoorbeeld grote schaal reliquieën laten maken in sweatshops. En dat is gewoon allemaal arme mensen, die werd in een schuur gezet. En nou, dan kregen ze allemaal grondstoffen en gaan maar stukjes lijkgewaden van Turijn maken of zo. En die verkochten ze dan aan de kerk. En de kerk verkocht die dan weer aan die arme mensen die ze zelf hadden moeten maken. Oh. Ik lees weer even door. Die aflaten voor een safe conduct, een veilige heenreis naar het paradijs. En een pardonering, dus een vergiffenis voor elke slechte
Elk voorstelbare slechte daad. En dat, je had een 25 cent verlossenis van het vage vuur. Daar gaat het dan om. Dat is ook volgens mij een term die niet in de Bijbel staat. Maar... Nee. Vage vuur, dat is een soort ding. Daar hang je dan tussenin voordat je naar de hemel of de hel gaat. Maar het is daar ook niet leuk. Of zoiets was het. Hè? Ik wil er ook verder niks van weten. Heel dom. En de doden die aan het vage vuur... Kijk, left the inside. Aber ja, precies, ja, ja, feit, ja. Hier is in feite dat wat Tetzel toen gezegd heeft van ja. Op den ogenblik als de munt in de kast klinkt, de ziel uit het vage vuur springt. Dat is hier in feite gezegd, hè? Ja. Dat de dode het vage vuur verlaten op dat ogenblik als ja. Iemand zijn munt op de grond van die verzamelaarskist. Waar dat geld in verzameld wordt komen. Nou, snap ik, ja. De overledene, die, precies, ja. Zo gauw dat muntje omlaag valt, dat is het moment waarop die uit het vage vuur komt. En dan hopelijk naar de hemel gaat. Want het is alleen maar een tussenstation, toch? Maar goed. Dus het was dus een 25 cent vage vuurverlossing voor een vergunning die zo krachtig was, dat zelfs al had je de heilige maagd Maria... verkracht. Ja, het staat hier gewoon. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar zelfs al had je dat gedaan, dan nog was je klaar. En als je 4 dukaten betaalde, dan had je je vader mogen vermoorden, was ook niks aan de hand. Hekserij, dat kost je 6 dukaten, als je kon beter je vader vermoorden dan hekserij gaan doen. En als je een kerk zou overvallen, dan... was er niet zoveel aan de hand voor 9 dukaten. Sodomie daarentegen, dat kostte 12 dukaten. Oh, oh, oh. De helft van de opbrengst van Paus Leo zijn aflaten ging naar een fonds voor het bouwen van van de kathedraal van Sint-Petrus. En de andere helft ging naar rentebetalingen. De betaling van 40% interest van geld dat ze geleend hadden om magnifieke kunststukken en architectuur te laten bouwen met die zijn heiligheid, de paus, Rome als het kapitaal, als de hoofdstad van de Renaissance heeft geïnitieerd. Zo zit het natuurlijk in elkaar. Ja, ja, en dat geld moest natuurlijk allemaal terugbetaald worden. Van de toen voornamelijk bankers uit Florence. Hè? Ze hebben dus een 40% rente betaald. Ja. Wauw, dat is een slimme bankier geweest. Daar ga je toch nooit mee akkoord. Dat betekent dat de paus meedoet met die club die de rente gedingest heeft. Denk ik dan hoor, want 40% rente is erg hoog hoor. Dat, sorry dat. Ja, dat kan er helemaal niet. Dat is het woekerij is nog erger, denk ik. Nee, is niet eens zo erg. Nee. Ik denk, okay, met de volgende zin zouden we eens een keer moeten afsluiten hier, want we zijn al dik boven de deur en we kunnen dat de rest liever in een volgende uitzending gaan doen. Ja, absoluut. Lees nog maar de laatste zin, Perry. Even kijken, we zijn 12:30. Historici hebben Paus Leo geglorifieerd, wiens vader toevallig... Ach nee! Bleek de Florentijnse banker Lorenzo de Medici te zijn, die de 16e kapel, de 16e eeuw, gemarkeerd heeft als het eeuw van Leo de Tiende. Ja. Ja, dus die paus die in regeringschap was in die tijd, als Martin Luther in Worms moest voorkomen. Voor zijn schriften in 1520, die hij gemaakt had. Oké. Okay. Nou, wil je nog een laatste afsluiting doen? En dan sluit ik hem af en dan kletsen we er even na. Nou ja, een laatste afsluiting. Het is interessant om dat boek nu nog eens een keer te gaan lezen. En ik hoop dat jullie interesse hebben in die vele commentaren die ik hier altijd heb. Ook al zijn die niet altijd direct, of hebben die niet altijd direct te doen met dat wat we hier in het boek lezen. Maar dat is omwille van dat dat onderwerp zo ver uit elkaar gaat. En omdat zo vele verschillende wieltjes hier en daar in elkaar gaan grijpen. Dat je dat hele beeld kunt zien bewegen.
dat ik het soms nodig vind om hier en daar eens een beetje af te wijken met mijn commentaar, maar ik hoop dat we geapprecieerd worden dat jullie daar een beetje iets uit geleerd hebben. Ik in elk geval vind dit een zeer interessante analyse, zoals we dat nu te doen. En dat als we hier en daar eens een keer een Engels woord niet perfect kunnen vertalen, ja. Wij zijn geen vertalers, tolksters, hè. We zijn gewone mensen die een keer een beetje Nederlands spreken. Ik dan toch in elk geval, want voor mij is het nog altijd niet mijn moedertaal. Ik vind dat eens een keer leuk om dat ook eens in deze taal te kunnen gaan doen. Dus ik dank vriendelijk voor het kijken, voor het luisteren, voor de commentaren die er eventueel van komen. En als je voorstellen hebt tot verbetering van, dan laat ze maar een keer weten. En dat kun je best op Perry zijn kanaal doen. Want op mijn kanaal duurt dat nog een beetje voordat het allemaal opgeladen wordt. Tot hiertoe hartelijk dank voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. En op zijn Hamburgs zeg ik tschüss. Nou mensen, hartstikke bedankt dat jullie naar ons geluisterd hebben. En ik hoop dat jullie samen, want ik ben nu ook deze tekst, ik heb het boek al een keer eerder beluisterd en ook stukjes gelezen. En nu ik er met Jurk met de stofkam er doorheen ga, valt het me echt op hoe het in elkaar zit. En dat ik denk, hoe heb ik ooit zo dom kunnen zijn dat ik dit destijds niet wist. En ik hoop dat jullie ook dat het besef van wat er aan de hand is, dat je vrolijker door het leven gaat. Het is beter maar om het kwade te onderkennen en het goede te leren doen, dan het om te draaien. En net als Jurk zeg ik op zijn hamburgertjes en dag lieverds.